Op vrijwel iedereen oefenen de kostbaarheden die in juweliersetalages zo rijkelijk liggen uitgestald hun aantrekkingskracht uit. Misschien draagt juist het idee dat maar een dunne ruit de kijker van een fortuin scheidt daartoe bij. Soms probeert iemand de dunne afscheiding te verbreken. Hij smijt een steen door de ruit en staat dan stom verbaasd te kijken. Dat overkwam een overigens onschuldige gelegenheidsruitentikker in Rotterdam toen daar een demonstratie werd gegeven met een geheel nieuwe etalagebeveiliging. Een stevig aluminiumscherm was omhoog gesprongen toen de steen door de ruit vloog. De kracht die de pseudo-dief achter zijn worp had gezet mocht hem weinig baten. Wie zijn neus in andermans juwelierszaken wil steken, kan door deze nieuwe vinding letterlijk het deksel op de neus krijgen.